Het programma Ten Outstanding Young Persons voor Suriname van GCI Suriname, TOYP, is vandaag gelanceerd. Met dit programma wil de organisatie erkenning geven aan jongeren tussen de 18 en 40 jaar die uitblinken en een bijdrage leveren tot een positieve verandering van de samenleving. Deze jongeren moeten zichzelf niet nomineren, maar moeten door anderen worden voorgedragen. Na de nominatieronde zullen maximaal 10 kandidaten geselecteerd worden die zullen meedoen aan een finale. Volgens Denique Malone, National President GCI, wil Suriname niet achterblijven binnen de GCI-wereld. En omdat TOYP in andere lidlanden goed is aangeslagen, proberen wij het ook, zegt hij. We hebben gekeken naar het internationaal effect van TOYP en we hebben gezien dat het zeker aanslaat binnen de andere lidlanden van ons. Als we kijken binnen Latijns-Amerika, Argentinië, Colombia, daar wordt het flink genomineerd. En we hebben gezegd van hey, we moeten het naar Suriname brengen. Een van de kamers die heeft het initiatief genomen om dat vorig jaar te doen. En er is zeker een succes achter. En we hebben zeker gezegd van hey, dit soort dingen moet je continueren. Waarom in Suriname? Wij vinden dat er een heleboel mensen binnen de Surinaamse, jongeren vooral, tussen de 18 en 40, rondlopen die een talent hebben die je in een bloemetje kan zetten om hun talent naar buiten te brengen en te kijken van hey, dit is wat wij kunnen hebben in Suriname en dit is wat wij kunnen showcasen aan de buitenwereld. De nominaties zijn niet beperkt tot Paramaribo alleen, zegt Malone. Hij geeft aan dat bijzondere mensen niet alleen in Paramaribo wonen, maar in geheel Suriname. Hij wijst erop dat de categorieën verschillend en veelomvattend zijn. Juist om die verscheidenheid hopen wij dat er van het jaar meer jongeren worden genomineerd, zegt Malone. Maar de kwalificatie is namelijk dat als je bijvoorbeeld als ondernemer binnen een bepaald kader bezig bent, dan wordt de nominatie geschiet daar bijvoorbeeld binnen het ondernemersveld. Als je bezig bent binnen het sociaal vlak, dan is het dan binnen het sociaal vlak. Als je bezig bent binnen het culturele presentaties of in een culturele groep zit, dan word je dan ook genomineerd. Wetenschappelijk, we hebben zoveel jonge mensen die op onze universiteit zitten, verschillende hbo-instellingen en persoonlijke verbeteringen, de successen, motivatie. Dus de categorieën zijn wel heel specifiek wanneer het gaat om welke type persoon of welke type categorie een bepaald persoon genomineerd kan worden. Denique Malone, National President van GCI Suriname. Hij sprak vanmorgen tijdens de officiële launch van de 10 Outstanding Young Persons voor Suriname. De nominaties waarbij bijzondere jonge Surinamers tussen de 18 en 40 jaar worden voorgedragen, loopt tot eind van de maand.